op het WK wielrennen in Valkenburg doen ze al een hele week alsof er niets aan de hand is. Terwijl we allemaal weten dat die renners helemaal stijf staan van de doop. Nou, ik denk dat het tijd wordt om de club maar eens in het hoenderhok te gooien. Dus ik wil een aantal gewone wielrenners, die wil ik promoveren tot echte sterren. Dus helemaal vol proppen met doop. Nou, ik wil dat met EPO gaan doen en EPO is goed, EPO is prima. Sterker nog, zonder EPO zou ik hier niet eens rond kunnen lopen. Nou, na die test met die wielrenners ga ik ook op zoek naar een sponsor voor mijn eigen wielenploeg, de BEPO. Bart's eigen publieke omroep wielenploeg. Dus dat moet helemaal goed komen hier vandaag. Dit is Pie. Pie is de oudste wielrenner ter wereld. Is op dit moment 91 jaar, maar fietst nog als een wilde. Twee Duitsers op een fiets. Nou, ook altijd goed natuurlijk. En dit is Corky, mist een paar chromosoompjes. Maar de beentjes doen het uitermate goed. Nou, dan nu jongens, de EPO. Kijk er niet uit. Gewoon in het bovenbeentje. Ja? Kijk eens, Pie, in de bovenbenen. Ja. Kom op, Pie! Kom op! We maken ze allemaal gek. We laten ze een poepje ruiken, Pie. Ja, we zullen winnen hoor. Dat is niks veranderd. Ga weg, Pie komt eraan. En Corky. Maar wat die aan het doen is... Dus even kijken naar die gebruiksaanwijzing van die EPO. Want... Je kunt beter presteren met EPO. Omdat EPO ervoor zorgt dat er meer rode bloedcellen worden aangemaakt. En daardoor kan meer zuurstof getransporteerd worden naar de spieren. En de spieren kunnen dan een betere en grotere krachtsinspanning verrichten. EPO kan gebruikt worden als doping, omdat het eigenlijk niet te ontdekken is. EPO op zichzelf is zeer waarschijnlijk niet gevaarlijk. Er zijn geen enkele bijwerkingen bekend van EPO dat je zelf maakt in het lichaam. Maar geef je te veel EPO, dan door het effect daarvan worden er meer rode bloedcellen gemaakt en kunnen de vaten gaan dichtslibben. Ja, waardoor je dus trombose bijvoorbeeld kunt krijgen. Wat wel aardig is om te weten, dat de ploeg van toerwinnaar Marco Pantani volgens Intomart in Nederland een naamsbekendheid heeft van 3%. Nou, de ploeg van Festina, die uit de Tour zijn geflikkerd vanwege EPO-gebruik, hebben een naamsbekendheid van 33%. TVM, ook uit de Tour geflikkerd vanwege EPO-gebruik, 64%. Nou, dan had je nog dat ploegje van de Rabobank. Hadden helemaal niets gedaan. Hebben de naamsbekendheid van 46%. Heel gek. Maar volgens mij kan je dan maar beter eruit gegooid worden vanwege EPO-gebruik. Even voor een relletje zorgen. Reasons to be cheerful, part 3. Wat is op een gegeven moment voor een sponsor belangrijker? Is dat een leuke ploeg die fietst of omzet? Ze beginnen een wielerploeg voor de naamsreclame. Dat is het probate middel als je een wielerploeg hebt. Dat hebben we gezien vroeger met PDM en met Rally en noem maar op. Die kregen in no time een geweldige naamsreclame. Daar gaat het om. En bij Festina heeft het geresulteerd in een beter bedrijfsresultaat dan ooit. We kunnen wel duidelijk zien dat we de weken, de maand na de affaire, er een duidelijke omzetstijging was van om en nabij de 40%. En we kunnen op dit moment nog niet helemaal bepalen hoeveel het zou worden voor de toekomst, maar... Het is in ieder geval een positief verhaal. Als ik nou tegen jou zeg van nou, ik wil naamsbekendheid met BNN, ga een eigen wielerploeg beginnen. Ik doe een beetje EPO onder begeleiding met een arts en we vullen in 2 jaar vullen we samen onze zakken. Ja, dat is misschien... Je komt op geweldige ideeën hier zo bij het WK. Mee. Ja. Hoi. Lekker nog eens compido, rapido nog eens compido. Hola. Bart, ik ben Bart. Bart? Van Nederlandse televisie. Ah, Nederland. Español. Ja, bien. Do you think, do you know EPO? No speak English, Spanish. EPO. EPO.
Cheers. Hey Po, do you think everybody must use it? Yes, speak English. No? No. Speak okay. English. Hey Po. Si. Good, good. No, what? Hey Po, okay. Jongen, jongen, heb je EPO genoeg? Maar ja, nu vraag ik me alleen af, is er een sponsor die met mij in zee wil gaan? Zit met al die zooi, mijn godsvermogen. Oh, wat zou ik mijn zakken kunnen vullen, zeg in 2 jaar. We beginnen een ploeg met jullie fietsen die eruit gegooid wordt. We gaan EPO spuiten. Nee, lijkt me geen goed idee. Ik denk dat een EPO-team niet de oplossing is, Bart. Zodra het publiek niet meer achter het team zou staan, wat dan? Zodra het publiek ervan uitgaat dat zijn drugsgebruikers, daar willen wij niks mee te maken hebben. Dan gaat niet alleen je naamsbekendheid naar de maan, maar ook nog eens je image van je merk. Het is een dolksteek in mijn rug. Ik zie het aan je. Ik ben helemaal verbouwereerd. Ik dacht dat het allerbelangrijkste was. We beginnen een wielerploeg. Ja. We doen het helemaal goed. BNN, we winnen af en toe. Ja, ja. Af en toe zijn we ook laatste. En ik zorg ervoor dat op het eind van het seizoen gooi ik er even een relletje in. Dat ze iets met EPO gedaan hebben. Bart, het idee verbaast me niets, want omdat jij zo origineel bent, kom je altijd met dat soort ideeën. Kom je aan, hartstikke leuk. Ja, maar... Ik heb er geen moment twijfel aan dat jij een ondernemer vindt of ondernemers zult vinden die met jou direct in zee willen gaan met dit plan. Maar die dus ook in hun budget sponsoring hebben opgenomen. Hey. Nou zeg, gelukkig rookt die Eddie niet. Oh, dat is nou fijn. Ja, we hadden het over EPO en ik heb het gevoel dat het niet alleen goed is voor wielrenners, maar dat het ook wonderen doet voor presentatoren. Het zou ook niet verkeerd zijn voor Ron Brandstede, Henny Huisman, vooral de Boulanger, Judith de Bruin, Yvonnie, Jos Brink, noem maar al die gasten. Oh, dit is geweldig, schitterend. Iedereen aan de EPO, ja, dit wordt een item, dit wordt een rel in Hilversum. Als u nu bestelt, krijg je niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 ampullen. Iedereen moet het bestellen, nu meteen, geweldig, fantastisch. Iedereen aan de EPO, zeg.